Hoi, Jacco Meijert hier, internetsuccesgids.nl en welkom in deze video. In deze video wil ik het met je gaan hebben over hoe kun je gaan beginnen met affiliate marketing. Het is een vraag die ik vaak gesteld krijg. Jacco, hoe kan ik gaan beginnen met affiliate marketing? Is ook een logische vraag natuurlijk. Mensen die nog niet zijn begonnen met affiliate marketing, maar wel willen beginnen, maar niet weten hoe ze kunnen gaan beginnen. Daarvoor is deze video ook met name interessant. Dus hoe kun je gaan beginnen met affiliate marketing? Nou, het grote voordeel van affiliate marketing is dat je niet echt heel veel nodig hebt om te gaan beginnen met affiliate marketing. Het enige wat je eigenlijk nodig hebt is een website. En meer niet. Dus een hosting en een domeinnaam is al genoeg om te gaan beginnen met affiliate marketing. En enigszins kun je het ook nog alleen met een YouTube kanaal doen of met een Instagram account. Dus je hebt niet echt heel veel nodig mocht je gaan beginnen met affiliate marketing. Maar voordat je gaat beginnen is het wel handig dat je weet waarover je een website of waarover je een YouTube kanaal gaat beginnen. Dus wat gaat jouw niche zijn? Er zijn verschillende niches. Je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt het wel gaan promoten met affiliate marketing. Een van de grootste niches is natuurlijk afvallen. Ik zie ook heel veel mensen in gaan beginnen. Afvallen, sporten, gezondheid. Maar het is altijd belangrijk om voor jezelf te kiezen van waar vind je het leuk om over te gaan vertellen. Wat vind jij belangrijk? Of waar kun jij makkelijk over gaan vertellen? Waar kun je het goed over vertellen op je website of over je YouTube kanaal of wat dan ook. Dus dat is een van de eerste dingen die je moet weten voordat je gaat beginnen met affiliate marketing. Dus waarover ga jij vertellen? Wat gaat jouw niche zijn? Ik heb een andere video over opgenomen waarin ik je stap voor stap vertel waar je op moet letten met het kiezen van een niche. Ik raad je aan om die video te bekijken. Die vind je ook op het YouTube kanaal. Als je een niche hebt gekozen, is het belangrijk dat je dus een website gaat beginnen. Of je gaat een YouTube kanaal beginnen, maar in dit geval gaan we het even hebben over een website. Dus je gaat een website opzetten. Je gaat een hosting regelen, je gaat een domeinnaam kiezen. Die domeinnaam die moet zo kort en duidelijk mogelijk zijn. Dus stel dat jij een website gaat beginnen over afvallen, dan is een goede domeinnaam is bijvoorbeeld afvallengids.nl, sportgids.nl, dat het aangeeft van hey, het gaat over sporten, het gaat over gezondheid. Het is gewoon zo kort en duidelijk mogelijk. Kies trouwens ook altijd voor een .nl domeinnaam. Is het beste om te denken in Google. Dus je kiest een hosting, je kiest een domeinnaam en vervolgens ga je daar zo een website opzetten. Nou, dat kan met WordPress, dat kan met Marketeam, het Marketeam systeem wat wij zelf hebben ontwikkeld, wat helemaal goed is ontwikkeld voor affiliate marketing. Maar in ieder geval zet je daar zo een website op. Dus je zorgt ervoor dat er een platform staat. Dat zijn eigenlijk de allereerste stappen die je moet doen als je met affiliate marketing gaat beginnen. Nou, wil je dit nou helemaal in stap voor stap vorm, in complete handleiding hebben? Want ik ga er nu een beetje snel doorheen in deze YouTube video. Raad ik je aan om met de Affiliate Marketing Revolutie videotraining aan de slag te gaan. Die video die vind je ergens in de omschrijving in deze video. Daarin laat ik je dat allemaal stap voor stap zien. Wel belangrijk dat je weet dat je deze stappen moet nemen. Vaak spreek ik mensen die willen met Affiliate Marketing aan de slag gaan. Maar die blijven hangen bij deze eerste stappen. Ze weten niet precies wat ze moeten doen. En als ze het wel weten, ondernemen ze eigenlijk geen actie. Dus het is wel belangrijk om hier zo ook echt mee aan de slag te gaan. En zo snel mogelijk een niche te kiezen waarmee je dus een website begint. Als je die website bent begonnen, is het noodzakelijk, is het belangrijk om van die website als het ware de beste website te maken in de niche. Dus je website moet waardevol zijn. Je moet waardevolle informatie delen op die website. Als jij dat niet doet, ga je niet ranken in Google, ga je geen commissies krijgen. Dus super belangrijk om te weten dat jij waardevolle informatie moet gaan delen op die website. Dus stel dat jij een website begint over afvallen, over sporten, ga dan super goede content schrijven of ga dit uitbesteden over hoe kun je goed sporten of hoe kun je goed afvallen, hoe kun je goed afvallen met het hardlopen, waar moet je op letten met het hardlopen.
Zorg ervoor dat je al die informatie die gaat over jouw niche, dat al die informatie op jouw website staat en dat je daar zo mega, mega, mega waardevol in bent. Want het is zo dat de meest waardevolle speler, die wint gewoon en die wint ook voor op de lange termijn. Ga met affiliate marketing niet voor het snelle geld, maar ga echt voor het opbouwen van een lange termijn business. En dat doe je echt door een waardevolle website op te gaan bouwen. Dus hoe je moet beginnen met affiliate marketing, je kiest een niche waarmee je wilt gaan beginnen. Je kiest dan ook de producten die je wilt gaan promoten, maar die kies je gaandeweg. Dat je de website aan het opbouwen bent, je bouwt de website op en je vult de website met content. Op die manier krijg je bezoekers naar je website, krijg je relevante bezoekers naar je website. Dus echt bezoekers die wat willen gaan kopen, die ook interesse hebben in het onderwerp van jouw website. Nou, die klikken door naar jouw affiliate link, naar de producten die je promoot. En vervolgens koopt een x% van die mensen, die koopt dan ook dat product wat jij promoot. Nou, zo werkt affiliate marketing. Zo kun je gaan beginnen met affiliate marketing. Maar het allerbelangrijkste is ook echt dat je echt zelf aan de slag gaat. En zelf die stappen zet om aan de slag te gaan met affiliate marketing. En dus niet te blijven hangen in die denkfase van hoe kun je gaan beginnen. Maar dat je echt actie onderneemt. En dat je ook weet dat die website nooit perfect gaat zijn. De niche gaat ook nooit perfect zijn. Maar je moet het zelf perfect maken door constant te blijven bouwen. Nou, ik hoop dat je wat aan deze video hebt. Laat het zeker even weten in de reacties onder deze video. Vergeet je niet te abonneren op het YouTube kanaal voor nog meer van dit soort waardevolle video's. En dan zie ik je weer in de volgende video.